Hier, er zijn mensen die zeggen dat als de mensheid van de aardbodem zou verdwijnen, dan zou niemand ons missen. Ja, nou denk ik van, ja, hallo. Hier, dat vind ik juist een pleidooi voor de mens. Want wij zijn in staat tot missen. We hebben zoveel verfijnde gevoelsleven dan welk dier dan ook. Er is nog nooit een genoeg geweest met gemengde gevoelens. En nog nooit een bever met een binnenpretje. Nog nooit een buffel die niet echt honger had, maar wel zin had in iets lekkers. Nog nooit een nijlpaard die een scheet liet en dacht, oh, als nou maar niemand het ruikt. Nog nooit een konijntje dat neukte, klaar kwam en dacht, ah shit, had ik niet moeten doen. Nee, maar dat alleen al is toch... Het is toch geweldig dat wij in potentie het soort bewustzijn hebben waardoor we onze genetische instructies kunnen negeren en ons eigen plan kunnen trekken. Je bewustzijn of niet bewustzijn, dat is de vraag. Ja, en het is een zegen en een vloek. Wij zijn de enige dieren die goed kunnen zijn. Of slecht. De enige dieren die weten dat ze doodgaan. En dat ze leven. Laatst heb ik een tijdje op de kat van mijn zus gepast. Weet je, en ze zeggen dat een kat 9 levens heeft. En weet je, ik hoop het voor hem, want met dit leven doet hij echt helemaal niks. Die ligt daar de hele dag te slapen op de bank. Weet je, wachtend op het geluid van een blikje dat wordt opengemaakt. En soms ging ik naast hem zitten. Weet je, en na zijn bewegingjes zag ik dan dat hij droomde. Dan vroeg ik me af, wat is dat beestje nou aan het dromen? Wat heeft hij te dromen? Droomt hij over een lief baasje die hem elke dag een blikje geeft? Zodat hij de hele dag lekker kan slapen en kan dromen over een lief baasje die hem elke dag een blikje geeft? En ja, toen werd opeens zo kraakhelder dat het allemaal goed bedoeld is, maar dat dit niet de omstandigheden zijn die het beste in het beestje naar boven halen. Mijn moeder, als wij vroeger naar de Efteling gingen of naar een ander attractiepark. Het eerste wat mijn moeder altijd zei als we naar binnen gingen was, waar spreken we af als we elkaar kwijt zijn? Ja, volgens mij is dat gewoon het probleem. We zijn elkaar kwijtgeraakt en we hebben niks afgesproken. Ik sta in ieder geval hier.